Nadine. Dag Erik. Ik ben blij dat je gekomen bent. Beetje zon meegebracht. Kom maar binnen, dan kunnen we eens kijken. Hè? We zijn er hier gekomen omdat wij weten dat jij dus je huis verwarmt met zonne-energie. En wij gaan hier binnenkort gaan bouwen in Zevendonk in de nieuwe verkaveling. Ja. Dus ik dacht dat jij de geknipte wand maakt om eens te komen informeren hoe wij op onze energie kunnen besparen. In 2003 heb ik fotovoltaïsche platen gelegd, fotovoltaïsche cellen. Dat wil zeggen, die maken elektriek. Ja? En dan het jaar erop heb ik pas de zonneboiler geplaatst. Ik vraag mij af, hier in België, wij kennen de Belgische zomers, het is niet gemakkelijk goed weer. Ja, we zitten hier met Belgisch weer natuurlijk, de zon schijnt niet altijd. Maar in principe, als de dag begint, als het al licht wordt, gaat die installatie al beginnen werken. De zon schijnt hier dan eigenlijk voldoende om dat rendement eruit te halen op een heel jaar of op een aantal jaren? Ik ben naar de stad Turnhout geweest, ik heb me laten informeren. En die hebben mij verteld dat er diverse kanalen zijn om subsidies te trekken. En dat was meegenomen. En ook het fiscaal voordeel was ook wel niet onbelangrijk. Dus bij het bijvoegen van uw factuur kunnen dan belastingvermindering krijgen. Maar anders gaan we buiten eens ja, even gaan kijken. Ja, we gaan zien. Dat is interessant. En dan kunnen ja, daar eens... Dat is goed. Op uw linkse kant, dat zijn de fotovoltaïsche cellen. Die gaan mij gelijk stroom opleveren. Dat is gelijk stroom, gelijk in een auto, gelijk in een batterij van een auto. Maar daar kan ik niks mee doen. Dus heb ik nog ergens een hart nodig, een omvormer, om die via gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. Die kan ik dan gebruiken in thuis. En dan daar rechts, dat ziet eruit gelijk een dakvenster, maar dat is eigenlijk de zonneboiler. Ja? Rechts gaan we dan warm water maken en links gaan we de stroom maken. Ja, zie je? Erik en Nadine, zoals je ziet komt hier een kabel via een zekeringkast naar beneden. Daar wordt de groene stroom geregistreerd met een officiële teller. Ik kan dat wel eens laten zien. Zo. En bij elke rode impuls krijg ik stroom die ik dan kan verbruiken of die wordt op het net gestuurd. Je ziet dat die zekeringkast dan weer verbonden is met het officiële gedeelte van de stroom hè, van mijn woning. Spijtig dat er nu te weinig zon is, want anders kon ze me duidelijk zien dat de conteur achteruit draait. Ja. Dat wil zeggen, veel licht op mijn paneeltjes, veel stroom. En dan gaat deze echt waar achteruit draaien. Mm-hmm. En dat zijn mijn verdiensten. Ja. Hè? Maar wil je daar meer uitleg voor hebben, dan zou ik toch zeggen, ga even naar de stad Turnhout, Milieudienst. En die gaan nu alles goed uitleggen. In verband met subsidies. Dat zou ik wel doen. Want het is toch uw portemonnee ook straks. Hè? Dat zeker. Voor zonne-energie heeft de stad een premie voor het plaatsen van zonneboilers en voor zonnepanelen. Mm-hmm. De premie bedraagt in totaliteit een €495. Hoe kan u die krijgen? U moet eigenlijk een dossiertje indienen met facturen en die aantonen welke kosten u gemaakt heeft. De maximum bedrag is die €495 met een maximum van 15% van de totale kostprijs. We hebben ook nog andere premies. Een van de andere premies gaat voor groendaken. Dus je voorziet eigenlijk een klassiek dak, een plat dak, met een folie. En op die folie kan dan een drainagemat aangelegd worden en dan aarde, plantaarde met plantjes op. Het beschermt je dak ook langer. Een groen dak gaat ongeveer 40 jaar mee, terwijl een klassiek dak een 20 jaar gemiddeld mee gaat. Een ander voordeel is dat een deel van het regenwater wordt opgevangen. En de zaak ook weer terug vrijgesteld aan de natuur. Dus het dak absorbeert regenwater. Het wordt weer vrijgesteld via verdamping van de plantjes. Dat is ook subsidieerbaar en dat is een subsidie van €31 de vierkante meter. Dat is een heel mooie subsidie, het dekt ongeveer 70-80% van de reële kosten. Dat is eigenlijk een heel goede subsidie. De derde premie die wij geven is een premie voor hemelwaterhergebruik. De premie draagt een €173 voor het gebruik van het toilet of de wasmachine en een €248 voor beide. Maar misschien kennen jullie wel mensen die hemelwaterhergebruik en kan je er eens bij informeren. Het is eigenlijk veel eenvoudiger dan dat veel mensen denken. Dus het komt er eigenlijk op neer dat het water opgevangen wordt op het dak. En het wordt dan naar beneden afgeleid via die buizen. Het blauwe deel dat je daar ziet is een filter. Die ervoor zorgt dat er niet te veel bladeren of ander materiaal dat op het dak terechtkomt. Veren van vogels bijvoorbeeld. Dat die mee in de tank zouden terechtkomen. Dus bij ons wordt het grotendeels gebruikt voor
de twee toiletten in huis en de wasmachine. Dat is ook wat wettelijk mag. Je mag er je niet mee douchen. Of een vaatwasser mag je er ook niet mee aansluiten. Omdat er dan misschien elementen die in dat water zitten, mee in de voedselketen zouden terechtkomen als je het opeet. Dus het verdient zich absoluut terug en het is ook een leuk gevoel. Ik weet niet hoe het voelt om elke dag het toilet door te trekken met drinkwater, maar ik vind dat geen leuk gevoel als je ziet hoeveel mensen er in de wereld geen drinkwater hebben. Het is een beetje absurd dat we daar ons toilet mee gaan doorspoelen. Oké, dankjewel voor uw uitleg alleszins. En tot ziens. Graag gedaan. Dankjewel. Tot ziens. Veel succes met de woning. Ja, dankjewel. Dag. Dag.